Kerken. En gaan we ons hier opmaken voor Tony Bolk, de 6800 John Deere. We gaan nog rijden met ja, zeker de Megatron en dan in Zoetiesel. En daarna gaan we ook weer een setje prijzen uitreiken. Dus na twee trekpogingen gaan we opnieuw prijzen uitreiken, dames en heren. En oi oi oi, ik vind het wel een hele stoere uitspraak. Wij denken dat hij dit toental, dat moet hij kunnen. Dat denken we echt, dat vinden we echt. En uiteindelijk riep ik over de box in Eekst. Als hij met dit toental kapot gaat, dan staan we misschien niet heel verbaasd te kijken. Maar uiteindelijk, dat duidelijk de mannen zelf zeggen, dit moet wel heel goed kunnen blijven. En was mij dan ook niet de oorzaak van de grote motorschade. Zo hoog als dit gaat in toeren. Dat is toch wel ongekend en ontzettend uniek in deze klasse. Easy Rider heeft het al wel eens jaren laten zien, maar dit gaat nog een paar honderd toeren erbij. In de finale, als we met beven en rillen toekijken, hoe we hier de mechaniek richting zoveel duizenden toeren gebracht worden. De Megatron. Oeh, die komt daar niet weg. Dat kan van alles zijn. Hij mag niet zes plekken schuiven, dat gaat niet. Dus het moet, hij mag wel twee pogingen ondergaan. Aboes die spoedt zich naar Bart toe. Kan wel complex technisch zijn. Het lijkt alsof hij. Kijk, het is ook zo, als je zoveel toeren moet draaien, dan moet hij niet zeg maar bij 3000 man aangrijpen. Het lijkt wel alsof de koppeling iets te snel komt. Zoiets, iets in die trend. In hoeverre dat zo kan verslijten naar één run. Even het kapwerkje open, even weer een blik op de mechaniek om te kijken of daar dan iets niet klopt. Of misschien niet koppelingstechnisch is, maar iets met de respons van het gas te maken heeft, maar nee. Hij gaat er weg en dat betekent dat de centimeters genoteerd zijn en dat dat de finale poging was voor deze Megatron. Dat is jammer. En hier gaan we geen finale rijden met Tony Bolk in ieder geval. De 103 meter 17 brengt hem voorlopig op een vijfde plaats in het tussenklassement. En dat betekent dat Tony het hiermee moet doen vandaag. Slecht trekje, was wel enthousiast, gehouden mee weg met dat ding. Want ze gaan nog een tweede poging ondernemen om hem toch van zijn plek af te krijgen. Ik kan toch nog een keer omhoog. Ja, dat zou ik zo best als mogen doen bij het... Oh nee, hij komt toch terug, joh. Ah, jammer, dat is jammer. Ik is een anticlimax dit, zeg maar. Ja. Nee, toch sleeptrekkertje er weer voor. Sleeptrekkertje er voor. Sleeptrekkertje er voor. En we worden toch helaas afsleept. Dat is jammer. Zo hoog in de toeren, dat is... En zij zeggen van ja, ben je dan bang voor toeren als we straks vandaag nog gaan rijden met turbines? Die maken een veelvoud, twee keer zoveel toeren als dit doet. Maar met een zuigermotor... Origine diesel, hè? Origine dieselblok uit de trekker, zo veel toeren maken. Dat is gewoon. Je staat er met de grootste verbazing mogelijk naar te kijken dat het heel laat. Maar dat komt hier niet van zijn plek. Ja, dat had ik. Nico van Leeuwen op mijn lijstje staan als deelnemer 11 in deze klasse. Maar die zien we hier voor de sleepwagen staan. We schakelen direct door naar Jan-Willem van der Wind. Jammer, maar helaas twee disqualificaties uit de weegbrug in deze klasse. En dat is jammer, dat kan natuurlijk altijd een keer gebeuren. Trekhaakje te hoog, nou, noem het maar op, verzin maar van alles. Controle is streng, veiligheid gaat. Zo simpel is het dan ook voor je. En dus is het goed dat er goed gecontroleerd wordt voordat men aangehaakt wordt bij de sleepwagen. Ja, er is een heel technisch reglement voor en ook de standaard deelnemers moeten gewoon hun technisch reglement voldoen. Ik ben er afgelopen maandag aan begonnen, Hidde. Vind je het erg dat ik het reglementenboek nog niet uit heb gekregen voor vandaag? Nee, dat ben ik wel even zoet inderdaad. Ja, dat is echt niet. Het is niet van we schrijven 10 regels op en dan heb je genoeg. Nee, joh, echt niet. Absoluut niet. Het is echt.
harde, ja, hoe moet je het zeggen, zware kost voor in een regenachtig koud weekend of zo. Dat je zegt van, ik doe de open haard aan of ik zet een cv op standje 10 en duik dan eens in dat boek. Voor degene die dat nog kan betalen vandaag de dag, hè? Ja, precies. Maar goed, aan deze kant jongens. Oh Erik, kijk je mee, blijf je doen mee. Ja, en oh, kijk die beleving en de toch teleurstelling met de slag van de vuist, de linker vuist op het stuur. Omdat ze weten wat dit betekent voor de competitiestand. Stond er één plekje voor op de Snoopy die de Leidenaarstand in handen heeft. En hier de wedstrijd gaat winnen. En Iesel Diesel gaat voor een derde klassering. En dat verhaal van die punten. Ik zei al eventjes, 15 punten voor Iesel Diesel. 5 punten verschil met Snoopy. Dus Snoopy loopt hier 4 punten uit. Op Iesel Diesel als we naar de allerlaatste wedstrijd gaan. Nog steeds spannend. Maar de tweede plek was niet iets veilig geweest. Wel alles voor gegeven, dat wel. Oh, we moesten nog rijden met Destiny. Maar buiten mededingen, dat wel. Testpool gaan we nog krijgen van Destiny. Maar die hebben niet een nieuwe lokaas gestoken. En zo komt de tijd dat niet. Dat betekent een oproepje voor de prijswinnaars. In ieder geval dus Jos van Meijer met Iesel Diesel. Edward Beukenveld. En Kees Waaier van Rustig. En wat Beukenveld, Kees Waaier. Graag richting de prijsuitreiking. Dan willen wij dan ook graag naar de andere kant. De prijswinnaars in de standaard 5,5 ton. Marco Hommering, John Peters en Tom Verburg. Nu is het op deze kant de maximum 115 van Albert Vormans. Die hebben aangehaakt aan de zeewagen. Die ook al 3 keer groen heeft gehad. Dat betekent dat we al onderweg zijn. 106,76. Nog steeds de leidersafstand in deze kwalificatie van de standaard 7 ton.